dierenambulance Noord-Kermeland steunen met opzendjes, spullen of gewoon uw hulp, u bij ons naar dit AB. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. Welkom jongens en meisjes, wij zijn hier bij Stichting Dierenambulance Noord-Kermeland. Dit is Daphne. Daphne, kun jij iets vertellen over wat Stichting Dierenambulance doet voor de dieren in de omgeving? Ja, Stichting Dierenambulance redt verloren dieren, gewonde dieren, dieren zonder baasje. Ja, dat doen we eigenlijk. Okay. En het contact daarbij met dierenartsen en alles wat erbij kan komen. Via de opbouw in het hartfonds. Ja, dan kun je het gaan proberen. Voorlichting en scholen doen we. Ja, ik weet wel wat onze vast zit en de bacteriën en alles. Verschillende soorten dieren zijn? Ja, dat kunnen honden zijn, katten zijn. We hebben nu beneden een hondje zitten die is vannacht hier binnenkomen. Vogels, die gaan er een vogel van, konijnen, cavia's. Om even terug te komen op de dieren. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel dieren die gered zijn. Ja. Heel veel dieren die ook dood worden. Wat is wel een gekke gebeurtenis geweest waarin ze dieren hebben gered? Redden vind ik al een ruim woord, maar dieren op tijd kunnen vangen om ze te kunnen laten helpen van dierenarts. Ja. De meest recent is de ganzen met pijlen door hun nek, heb je dat gelezen? Met kinderen, dat is het meest recente van vorige week. En dat zijn de gevallen waarin, ja, daar doen we het dus ook voor. Dus vind je een dier wat dood is, daar is ook over geweld? Ja. Wat doen jullie ermee? Die halen wij dus op. Als het geen eigenaar heeft, weet het wel een eigenaar, dan mag de eigenaar kiezen wat hij met de hond wil, bijvoorbeeld. Meestal cremeren. En een kat kan vergroot worden voor cremeren, begraven of algemene verbranding. En tegenwoordig mag je ook weer begraven. Of je ook niet, maar zet er dus nog meer bij, want voor het gevoel van de mensen is dat zwaar oprecht. Dus dat je dieren die uitgaan. Ik wil dat op. Hey, je bent er met mij dus. Hey, even een vraagje, waar zijn jullie? Oh, dat is leuk, want ik heb hier twee mensen die zijn met een hele leuke website bezig. En ik wil even de hoofd zien en jullie wat vragen stellen. Al deze dieren kunnen bij jullie hier in eerste instantie bij de dierenambulance dienst ter plekke worden behandeld? Wij halen ze op en we brengen ze meteen door naar de dierenarts meestal. Ja. Vervolgens naar de vogelopvang in Broek van de Dijk. Ja. Honden, katten en dierenarts. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wind. An enchanted moment, and it sees me through. It's afgesneden. Ik ben dus met ze als ze nemen de kat, meestal in de vorm. Sorry, we zien het in de regio. Altijd het zou niet kunnen zijn, maar.
belangrijkste is, vind ik, de caddies die we erin hebben zitten. Voor de vogels die we altijd ophalen. Dat is grotendeels het meeste wat waar we meldingen van krijgen. En daar kunnen ook de katten in die we ophalen. We hebben de brancard erin zitten met riemen om de dieren vast te binden. Ik kreeg een melding van een koutje die de dakgoot vast had met zijn kop. En dan kom je dus gewoon lekker een nestje aan het maken. Dus dat, maar verder is het erg rustig vandaag. Dus we hebben geen bijzondere dingen. Gelukkig niet. Gelukkig voor de dieren. Wat is een Volgende week gaan we proberen om met de ambulancedienst mee te rijden.